In die rondje hier vanuit Daytona International Speedway voor Race Express. Ik sta hier bij de Rolex 24 op, in de pitstraat. We hebben nu een rijderspresentatie, wij hebben net gehad in de GTD. Hier al, moet het allemaal gebeuren zo direct. Klein uurtje van de start vandaan. Dit is onze pitbox. Hier doen we onze pitstops. Er zijn er behoorlijk wat. Dus ja, we gaan hier veel tijd doorbrengen. Russell Ward zal zo direct de start-ups opnemen. Hij zal denk ik een dubbele stint op zich nemen. Vervolgens zal ik in de auto stappen. En zullen wij in het begin van de race veel tijd doorbrengen. Zo midden in de nacht gaan we een switch maken naar de andere rijders. Zodat iedereen genoeg rust kan pakken. En ja, de race zal een klein beetje overleven zijn. In die zin dat we echt moeten volhouden tot het einde. En de laatste twee uur worden de posities bepaald. De snelheid is goed. De Mercedes AMG GT3 doet het hartstikke goed hier. We starten vijfde. En ja, zolang we in de lead lap blijven, dus achter de leiders, is er heel veel kans om op een goed mee te doen. Keep your fingers crossed voor de nummer 57 Mercedes AMG GT3 van Wynnewood Racing. En je kan het ook volgen op Ziggo Sport Racing. De hele race is 24 uur live. En ja, wij gaan ons best doen. Doei, doei, doei.